Breda Nu. Je weet het meteen. Lieve, denk nog eens aan, samen door het leven te gaan. Draag dan jouw liefde voortaan. Evelien, lappen vol smart. Hoe vaak oefenen jullie per week? Nou, wij oefenen in principe eenmaal in de 14 dagen. Maar vlak voor een optreden altijd nog een keertje extra. Dus dan komt het erop neer elke week. Alleen Nederlandstalig of ook Engelstalig? Alleen Nederlandstalige smartlappen, levensliederen. Vooral de oude smartlap willen wij in ere houden. Ritmoseurs, waarom wordt eigenlijk niet gedanst? Ik heb mijn dansschoenen niet aan. Nou, dat is makkelijk gezegd, maar die tango de moe, die had ik wel willen doen met je. Ik had geen partner. Nou, de volgende doen we samen dan. Oké. We zullen de hele tijd dit aanschouwen. Bevalt het de muziek? Uitstekend. Ja? Uitstekend, ja. We zitten lekker een beetje in de schaduw. Hè? En we hebben toch nog een muurtje gevonden. Dus toch nog lekker om even te zitten. Ja. Maar is het typisch jullie muziek, Smartlappenfestival, toch wel of niet? Je eigen muziek? Altijd. Het is gezellig om met z'n allen buiten te zijn. Met z'n allen dus oude liedjes te horen. Wat wil je nog meer? Wat is er zo leuk aan het smartlappenlied, laat ik het zo zeggen? Ontroerend, mooi. Ja. Ja, meeslepend. Meeslepend. Niet dat de mensen moeten gaan dansen? Nou, dat zou heel leuk zijn. Dat ze enthousiast mee gaan doen. Ja, zeker. Dat hopen we wel. En uiteraard neem ik aan ook het chic gekleed zijn, hè? Want als laatste erbij. Ja, dat vinden wij heel leuk om ons leuk aan te kleden natuurlijk. Hè? Dat hoort een beetje bij, hè? Jawel, wat is er zo leuk aan het Utgak Breda's mannenkoor? Omdat het Breda's is. Omdat het een mannenkoor is, waar kom je nou voor? Voor die mannen of voor het koor? Nee, voor het koor. Leuk is dat wel, hè? Smartlappen. En een beetje voor de mannen. Dan ga ik je toch even wat vragen. Ja, waarom zing je niet mee? Omdat ze nog niet begonnen zijn. Ze gaan nu al beginnen. Maar jij wil vragen, welk koor treedt ze nu op? Het Geels meezingkoor. Waarom zing je dan niet mee? Ja, ik kan helemaal niet zingen. Maar je vindt het wel een leuk koor in ieder geval. Smartlappenfestival, dat is wel juffenet, hè, of niet? Ja, dat is wel gezellig zo. Ja, dat is altijd wel heel leuk. Even een vraag, is het Smartlap een bierfestival of een ander drankenfestival? Ik zou zeggen een bierfestival. Want? In ieder geval mijn hoekje wel. Valt de Smartlappenfestival in Breda? Heel prima, ja hoor. Ja, geweldig. Echte Bredanaars? Ja, helemaal. 71 jaar al, dus... Ja, maar wat zie je er prachtig uit? Lijkt wel een microfoon. Heb je meegezongen? Ja, natuurlijk. Uiteraard. Hoe heet het koor voor jullie? Ja, wij heten Show en Zo. En dat is een dameskoor uit Rijen. We noemen het een mevrouwenkoor. Een koor met een glimlach. Ja, maar ik vind het ook wel een koor heel apart. Tenminste, dat is mij opvallend. Ook chic gekleed. Ja. En allemaal zelf verzonnen en zelf gemaakt. Ja, wij zijn het meest beroemde Breda's accordeon zonder geluid. Wat wel leuk is, jullie heten de Vrolijke Trekkers, toch? Jawel, wij trekken er altijd vrolijk op los. Op naar 2016? Daar gaan we altijd door. Dit was nogmaals het Smartlappenfestival 2015. Breda Nu. Je weet het meteen.